dynamic shoulder. Would have predicted that I'd be standing here. Raise your right hand as high as possible. Hij is zo uit te halen, haar mensen is. Will dead 1 to 10, they all know. Half the world's people still living on less than $2. Ja, en Harm Beertema is dus al op die rode stip gaan praten, gaan staan. U krijgt 3 minuten de tijd, zoals u weet, om over uw drijfveren en uw ziel te praten die u ertoe brengt om politiek te bedrijven, waar het vandaan komt en waar het naartoe gaat. Ga uw gang. Op naar het licht. Dat is de titel die ik mijn speech meegeef. Dat lijkt te horen bij de sociaaldemocratie, maar de sociaaldemocratie heeft niet het alleenrecht op die traditie van verheffing. Het is namelijk ook de onderwijstraditie waarin ik geworteld ben. Zorgen dat die volgende generatie het beter krijgt dan wij. Dat is de traditie van mijn opa, die zijn onderwijzersdiploma haalde op de kweekschool. Die werd toen de Universiteit van de Kleine Luiden genoemd. Ik koos er 36 jaar geleden voor om te gaan werken in het middelbaar beroepsonderwijs in Rotterdam-Zuid. En in diezelfde traditie heb ik generaties boekhouders en secretaresses opgeleid. Eind jaren 80 hield dat op. Het onderwijs werd afgepakt van de leraren, de managers namen het over. De toverwoorden werden marktaandeel, groei en vastgoed. Kijk naar al die spectaculaire ROC-gebouwen. Lesgeven was achterhaald. Ik hoorde een 26-jarig doctorandusmeisje nog zeggen tegen een zaal vol met leraren. De leraar met een verhaal, zoals zij dat noemde, had geen toegevoegde waarde meer. Begrijpt u een beetje hoe kwetsend dat was voor mijn beroepstrots? Onze leerlingpopulatie was intussen bijna helemaal allochtoon geworden. Veel achterstanden in taal en rekenen. Maar we waren geen leraren meer. We waren procesbegeleiders die alleen mochten ingaan op de leervraag die spontaan bij de leerling zou opborrelen. We liepen rond in een zaal met 70 pc's waar de leerlingen zelfstandig moesten werken. Mijn collega bedrijfsadministratie werd wanhopig, want zijn leerlingen kenden de boekhoudregels niet meer. Dus stiekem zocht hij met een groepje meiden een leslokaal op om daar met een schoolbord en een krijtje uit te leggen in welke volgorde die regels moeten worden toegepast. In alle rust. Maar ineens vloog de deur open. Een woedende afdelingsmanager betrapte hem op lesgeven. Maar dat was de bedoeling niet, een beetje gaan lesgeven. Hoe haalde hij het in zijn hoofd? Aan de ene kant stonden de bestuurders met hun dédain naar leraren en naar het vak. Aan de andere kant de leraren met hun gekwetste beroepseer. Het was door die verontwaardiging dat ik de politiek heb gezocht en gevonden. Via de LPF naar degene die voor mij de politieke erfgenaam van Pim Fortuyn is, Geert Wilders en de Partij voor de Vrijheid. Ik begon met de titel Op naar het licht. Nou, dit is mijn onderwijsdroom. Dat het onderwijs weer haar kerntaak van emancipatie op zich neemt. Van verlichting, van individuele vrijheid en verantwoordelijkheid. Van gelijkwaardigheid van jongen en meisje. Van hetero en homo. Van gelovige en geloofsverlater. En wat harder nodig is dan ooit. Lerarenopleidingen die leraren afleveren die zelfbewust in die westerse traditie staan. Om die door te geven aan volgende generaties. Want de traditie van het avondland, dames en heren, heeft ons het allerbeste gebracht. Dank u wel. Goed, Harm Beertema, dat ging u goed af. Er is vandaag nog wat nieuws over uw oude school. Dat is het Alberda College. Hè? Ja. En dat gaat samen met het Zadkine College. Ja. Je zou denken, dan wordt het nog groter, maar dat is eigenlijk niet het geval, hè? Er wordt hier, naar mijn gevoel, ik ben toch wat wantrouwig tegenover deze hele exercitie, hoor. Er wordt wel gefuseerd, maar tegelijkertijd gaan daar kleinere scholen uitkomen. Nou, dat is een van de argumentaties die met al die fusieprocessen, waar je dat ook doet, in de gezondheidszorg, waar dan ook, in het onderwijs, dat gaat nooit de goede kant op. U gelooft dat niet? Ik geloof dat niet. Terwijl ik geloof dat wel in het resultaat dat we weer terug moeten naar die MEAO's en die MTS'en. Kleine, overzichtelijke scholen. Maar waarom dat nou weer gepaard moet gaan met een bestuurlijke fusie, dat ontgaat mij helemaal. Maar er is toch wel een teneur naar kleinschaligheid. Ja, wat Pim Fortuyn destijds bepleitte, ook in de zorg trouwens. Dus zeker. Dat er kleinschaliger zou worden. Dat gebeurt nu. Ja. Dat is denk ik niet omdat ze al die boeken van Pim Fortuyn nog lezen, maar omdat gewoon de bal het schip keert, is dat het? Nou, veel mensen lezen die boeken van Pim Fortuyn nog wel, hoor. Ja, dat geloof ik graag. Maar dat zal niet de reden zijn waarom we deze kant op gaan. Nou, kijk, in Rotterdam zijn natuurlijk 2 grote ROC's op dit moment. En ik zou zeggen, laat die nou gewoon uit elkaar en begin eens aan de andere kant. Waarom kan het Alberda College niet zelfstandig een MEAO beginnen? Waarom moet het nou weer per se op die hele grote schaal gebaseerd worden? Ik zie natuurlijk wel, maar ik geloof dus dat ze toch
terug willen naar kleinere scholen. Natuurlijk. Een teneur, Marieke, die je overal ziet toch in de samenleving. Dat het kleinschalige, terug naar de kleinschaligheid. Ja, buurtzorg is ook weer helemaal in. De vraag is alleen in hoeverre, ik ben het daar wel mee eens, het ook echt gebeurt. Je hoort het ook wel bij gemeenten, maar tegelijk moeten de gemeentes dan bovenin groter worden, maar toch dichter bij de burger staan. Ja. De zorg wordt, maar dat moet ook buurtzorg zijn. Het lijkt een beetje dat je twee werelden wil en ik vraag me altijd af waar echt het geld naartoe gaat. En waar echt uiteindelijk op gestuurd wordt. Dus maar ja, ik moet het ook nog even zien. Maar, goed. Maar dit is precies dezelfde argumentatie waarmee die grote ROC's zijn ontstaan toen. Ja. Want ook toen werd die kleine schaal zo gepropageerd. Je zou er niks van merken als leerling of als ouder. Maar je merkte wel degelijk iets van. Ja. U heeft verteld wat je ervan merkte. Hè? Dat heeft u gedesillusioneerd. Uiteindelijk heeft u zelfs gedacht, ik moet hier niet meer zijn. Ik moet misschien op een ander podium proberen het beter voor elkaar te krijgen voor die kinderen die ik niet meer zo makkelijk kan bereiken als leraar. Kan je dat eigenlijk echt bereiken als je in Den Haag rondloopt? Of heb je nu ook niet het gevoel dat je tussen allerlei managers in zit daar in zo'n grote zaal? Nou, ik ben zeker niet teleurgesteld in wat je als politicus kunt doen. Ik ben wel een klein beetje teleurgesteld in het tempo waarin je het kan doen. Want het gaat natuurlijk heel traag. Maar in het vorige kabinet waarin wij gedoogden, toen is toch al een tendens ingezet naar die kwaliteitsverbetering. En ook een klein beetje zijn we teruggekomen met z'n allen, ook vanuit die politiek, van die grote schaal. Dat er nu weer op deze manier mee omgegaan wordt, dat is wat anders. Er zijn uw ex-collega's, die dus, want vroeger was het onderwijs betrekkelijk links. Hè, er waren veel Partij van Arbeid onderwijzers en nog steeds. Ja, 85% stemt links. En 95% had ik. Nou, dat is een onderzoekje geweest, ja. Maar nemen ze natuurlijk kwalijk die stap? Veel wel, ja. Ja, ik heb niet veel vrienden in het onderwijs, nee. Nee, maar ja, het onderwijs is natuurlijk van oudsher nogal links. Maar vooral de laatste jaren vind ik het toch behoorlijk militant geworden ook. Er is ook wel een tegenstelling gecreëerd natuurlijk. Geef daar eens een voorbeeld van het militante linkse in het onderwijs. Ik heb wel eens moeite om op werkbezoek te gaan op scholen. Omdat ze een PVV'er niet in huis willen hebben. En dat wordt gewoon gezegd, u bent niet welkom? Ja. 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 En wat doet u dan? Gaat u dan niet? Ik probeer dan via andere methodes binnen te komen. Met een boerka. Nee, dat toch niet. Maar het is wel eens lastig. Ja, het is wel eens lastig. En ik ga bijvoorbeeld met Geert Wilders binnenkort op werkbezoek in het onderwijs. Nou, dat heeft heel wat voeten in aarde. Want mensen zitten daar toch niet op te wachten. Scholen willen kennelijk toch niet met die PVV geassocieerd worden. Terwijl een heel groot deel van het leerlingbestand... PVV dat blijkt weer uit schoolonderzoek. Ja. Onder scholieren zijn we vaak de grootste partij zelfs.